Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ga ik voor jullie even de beste klas voor mijn doen op de HG40 laten zien. Ik ben op dit moment ziek, dat kun je ook horen aan mijn stem. Daarom ga ik eventjes geen potjes spelen op dit moment, omdat mijn stem gewoon niet goed genoeg is daarvoor. En ja, ik vind het gewoon zelf niet chill om daar een potje mee te spelen. Morgen komt er wel een video online, maar ik kan op dit moment ook helemaal geen lobby vinden. Want ik wil niet opnieuw daar een video opnemen, want dat is gewoon een dikke shit in je eentje. En TDM speelt op dit moment niemand, want het is op dit moment 10:30 als ik deze video opneem. Maar laten we naar mijn klas gaan en gelijk naar de HG40 klas gaan die jullie hier zo zien. En zullen jullie hier al zien, heb ik hem diamond. Ik heb even toen ik die video opnam waar ik de HG40 heb gepakt, ben ik gelijk getraden om dit wapen natuurlijk diamond te gaan halen. En zoals je ook ziet, moet je gewoon alle dingen doen. 5 headshots tot en met 100 headshots zoals je hier ziet. Daarna moet je 10 longshots met dit wapen maken. 50 kills met geen attachment natuurlijk. Alles over spreekt wel voor zich. En dan heb je de diamond. Ik heb nog geen dark metal, want ik heb nog niet elk wapen diamond, zoals je natuurlijk weten. Maar ik heb wel voor jullie de beste class in mijn opzicht, namelijk de Elocyte. Die kan je eventueel ook veranderen met de reflex. Daar ga ik eigenlijk dadelijk wel een keer mee spelen. De grip. De grip zorgt natuurlijk voor dat jij minder recoil hebt als jij schiet op lange afstand. De Extended Max, dat je natuurlijk meer ammo hebt. Omdat ik ook Rapid Fire aan heb staan. En hier komt dus mijn struggle puntje die ik in het begin had. Want zoals jullie zien heb ik natuurlijk perk 3 weggelaten. En dat komt omdat ik natuurlijk 4 attachments op mijn wapen heb staan. Als je geen Rapid Fire hebt, is jouw wapen al een stuk slechter. Omdat je dan veel langzamer schiet. En heb je wel Rapid Fire, dan heb je natuurlijk een sterker puntje. Maar heb je dan geen Extended Max, schiet je zo door die 30 kogels heen. Er zitten maar 30 kogels in het vaste magazijn. Kijk maar. Kijk, dan ziet hij er zo uit. En met het Extended Max heb je echt zo'n rond magazijn. En dan zitten er 42 kogels in. Ik gebruik daarom ook Flak Jacket natuurlijk tegen explosives. Oftewel gewoon granaten, maar niet iedereen gebruikt die. Maar ze gebruiken wel vaak een HCXD. Zit je in een nuclear streak, dan ben je fucked. Ook Fastset natuurlijk, waardoor je sneller inzoomt na het sprinten. En Scavenger, dat je natuurlijk Emma op kan pakken. Zoals je natuurlijk ziet, heb ik perk 3 dus opgegeven voor mijn attachments. En ik vind dit persoonlijk de beste klas op dit moment voor de HG40. Dat is mijn mening. Misschien heb jij een andere mening. Laat die dadelijk even in de comments achter. Als jij het wapen natuurlijk al hebt. Zoals je hier ook ziet, heb ik ook de Fury Song. Oh, de Butterfly Knife stond hier. Maar ik heb ook de Fury Song. En hier de Butterfly Knife. Dus die heb ik ook natuurlijk gepakt. Het is een korte video. Het spijt me, maar ik voel me echt niet lekker. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Bedankt voor het kijken. Morgen komt er natuurlijk wel gewoon een normale video. Waar ik dus ook met de HG40 een potje neerzet. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.